Na een flinke verbouwing en herinrichting van bijna een jaar zal het Nijmeegse museum Kinderdorp Neerbos deze zondag weer herdeuren openen voor het publiek. Vrijdagmiddag vond alvast de officiële heropening plaats voor genodigden. Het museum vertelt het verhaal van de locatie die ooit de grootste weesinrichting van Nederland was. Vandaag is museum Kinderdorp Neerbos heropend. Na een jaar van renovatie is het weer toegankelijk voor bezoekers. We hebben twee dingen gedaan. We hebben het museum verbouwd en verduurzaamd. Meer toegankelijk gemaakt voor minder valide. We hebben dus een lift in het gebouw gebracht. En we hebben bijvoorbeeld een minder valide toilet gemaakt. En we hebben bijvoorbeeld deze wand doorgebroken, zodat je nu als bezoeker alle dossiers kunt zien van kinderen die hier hebben gewoond. En we hebben verduurzaamd, dus er zit overal nieuw monumentaal glas in. Dat is in verband met dat het 's winters beter geïsoleerd is en 's zomers ook voor de warmte. Voorheen heette dit museum het Van Lindehout. Deze naam past niet meer bij dit museum. In de volksmond staat deze plek bekend als Kinderdorp. Van het Lindehout Museum, Van het Lindehout was de oprichter, Johannes van het Lindehout, van het Weeshuis. Dus wel een hele belangrijke naam. Maar dat was al 150 jaar geleden in 1863 gebeurd. Dus heel weinig mensen kenden van het Lindehout. En ze dachten dan van, goh, het ligt vlak bij de Lindeholt, heeft het daar iets mee te maken. En in Nijmegen is het heel erg bekend altijd als Kinderdorp Neerbos. En daarom hebben we hebben daar ook een onderzoek voor gedaan met studenten van de Radboud Universiteit. En ze hebben gekeken van, is dat een goede naam? En het mooie is dat museum Kinderdorp Neerbos, het zegt dat het een museum is. Het is Kinderdorp was de oude naam en Neerbos is dan ook de locatie. Dus mensen weten meteen, dat ligt in Neerbos. Het museum is te bezoeken voor meerdere mensen. Denk aan oud-bewoners, geïnteresseerden en schoolkinderen. We hebben natuurlijk verschillende bezoekers. We hebben mensen natuurlijk die hier echt gewoond hebben. Die vinden deze plek heel bijzonder. En daarnaast hebben we gewoon historisch geïnteresseerden. En die kunnen hier heel veel leren over de geschiedenis van Kinderdorp Neerbos. Maar ook over de mensen die hier hebben gewoond. Dirk Hoogland heeft hier vroeger gewoond. Hij vindt het fantastisch dat er nu op deze manier aandacht aan besteed wordt. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Sowieso ben ik nu voorzitter van de stichting, dat vind ik al heel leuk. Ik ben hier gedoopt in dit kerkje, dus dat het nu bewaard blijft, dat vind ik gewoon prachtig. En het ziet er gewoon enorm mooi uit. En ik hoop dat er heel veel mensen gaan komen kijken, want het is echt uitnodigend.